Tevreden. Waarom Haribo groet u met een grand brassa? Straight from the heart, yes, puur natuur. Ik frons even mijn wenkbrauwen en ik vraag u om met me mee te denken over het volgende. Onze president Chandrika Prasad Santokhi is met een delegatie van, ik dacht, 5 ministers naar Guyana afgereisd. Hij is daar nu al. Natuurlijk ontvangen met fanfare en allerlei leuke dingen. Door de president van Guyana. Maar wie schetst mijn verbazing dat de counterparts van de minister van de ministers die onze president heeft meegenomen niet aanwezig zijn in Guyana, maar allemaal aanwezig zijn op de OTC Offshore Technology Conference die gehouden wordt in Houston. Aan die conferentie doen 40 landen mee en die conferentie trekt 59.000 specialistische bezoekers uit 100 landen. Ik denk dat we daar toch hadden moeten zijn. Met een eenvoudige stand en heel veel mensen die contacten maken en praten en informatie inwinnen en die technieken tot zich nemen om hier te gaan toepassen, onze problemen neerzetten en de oplossingen creëren, mensen uitnodigen. Dat dus zo'n conferentie, beste vriend, is net een nest met honingbijen. Iedereen zoekt honing, want niemand komt daar gratis. Maar dat is het grappige, toch? Olie is ook niet gratis. Dus je moet op een business manier aan de slag gaan met al die mensen en praten. En in plaats daarvan zit je gewoon in Guyana. Respect voor de president van Guyana. Ook voor onze president. Maar is er hier niet sprake van een diplomatieke fout? Dat je een afspraak gaat plannen op een moment waarop de counterpart van de ministers die je meeneemt niet aanwezig zijn in het land dat je bezoekt. Met wie praat je dan? Oké, de president van Guyana is er wel, maar de rest is er niet. Het is, voor mij is het net alsof je naar een feestje gaat en de jarige is er niet, want nu zijn er in dit feestje zijn er zo de al die ministers die je moet spreken, de counterpart, dat zijn de jarigen. Die zijn er niet. Alleen de hoofdjarige is er. Maar, beste vrienden, worden we niet een beetje voor de gek gehouden? Moeten we niet gaan kijken wat er aan de hand is met de afdeling diplomatie op het ministerie van Buitenlandse Zaken? Want dit is dus een totaal verkeerde inschatting. Maar wie ben ik? Hè? Wie ben ik? Ah. Beste vrienden, wie ben ik? Kijk, u moet oordelen en uw verstand gebruiken en afvragen of dit wel klopt. Want zo'n reis kost een heleboel geld. En dat geld wat je gaat uitgeven aan dit reisje, dat moet je uitgeven, maar je moet het goed investeren. En is dit nou de investering? Minosabi. Maar het is eigenlijk, het is niet, dit is geen zuivere koffie, dit is meer troebele koffie. Beste vrienden, tot later. Dag. Blijf denken. Suriname Unite. It's the only way we are going to win every fight.